Nou, dan wil ik graag het volgende nummer aankondigen. Dat is Amin Sazi, Mitchen Govats van Sayat Nova. Nou, dan gaan we gelijk door naar het volgende nummer, Nazani, gevolgd door Broei Broei van Sayat Nova. Thank you.
Nou, Brunilde heeft de naam verzonnen voor het concert van vandaag, hè? De klank van de Ararat. Ik hoop dat jullie een beetje voelen al inmiddels hoe de Ararat klinkt. Dan gaan we nu door naar Alwan Wartes. Dames en heren, zoals we allemaal weten, is muziek verbindend, zeg maar. Muziek verbindt mensen met elkaar. Muzici spelen met elkaar, toevallig in deze samenstelling allemaal Armeniërs. Maar volgens mij kunnen we daar ook wat aan veranderen, of niet, Wahe, op dit moment? Zeker. Hoe gaan we dat doen? We gaan iemand naar voren. We hebben een bijzondere gast vandaag. Minder dan Jan-Kees Bruiksma. Kom erbij, zou ik zeggen, Jan-Kees. Kom erbij. Op de voorgrond. Deze man heeft heel veel invloed gehad op mijn carrière. Als ik hier sta, wie ik ben, hij heeft toch wel wat meegeholpen, zeg maar. Jan-Kees ken ik al ongeveer 20 jaar. Denk nog iets langer. Nog iets langer. En we hebben heel veel meegemaakt. Heel veel gemusiceerd. En uiteindelijk, ik heb geleerd om Nederlands te spelen. En hij heeft geleerd om Armeens te spelen. En dit is voor ons, deze dag is voor ons een hele bijzondere dag. Wij willen graag onze twee culturen samen mixen. En wij hopen ook ooit dat Groningen en Jerewan zustersteden gaan worden. En Assen ook. Dus Jan-Kees gaat een stuk voor ons spelen. En dat stuk heb ik een beetje in elkaar geprutst, zeg maar. Dus even kijken wat het gaat worden, zeg maar. Nou, laat het horen. Hij gaat zo leren, hè? Jullie beginnen. Ja, hij begint. Thank you.
Nou, deze compositie hebben jullie Jerewan genoemd, hè? Dacht ja. ik, wat jullie gespeeld hebben. Ja. Volgende doe ik Groningen. Oké, nou, eerst Assen graag. De laatste drie nummers stel ik voor dat jullie zonder tussenaankondiging doorspelen in verband met de tijd. Dus dan hebben we Trabzoni Par, Iliknerov Par, Taroni Sharan, gevolgd door Tamzara. Geniet ervan. Nummers, maar de winkel gaat dicht. En anders moeten we hier overnachten. Dus daarom moeten we nu stoppen.
vertaal dat maar even zo. ik heb wel iets voor jullie. Ik moet blijven staan. Dus misschien kan iemand mij even helpen met die spulletjes pakken. Ik wil het publiek bedanken voor jullie komst hier. Dat ontzettend gewaardeerd wordt. Ik wil de muzici bedanken voor hun prachtige spel. Ja. Nicolai, neem jij het even over? Jij gaat even de mooie rozen uitdelen, hè? Dat, ja. Vertellen. Ja, en voor onze eregast van vandaag, vader Sevak uit Eskenazin, hebben we ook een presentje. Hele Assense cadeautjes. Iska kan iets is Assen karaki souvenir naar René. Nou, en u allen bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En nou, inderdaad, als jullie afvroegen van hoe klinkt de Ararat, zo klinkt de Ararat. Ik wil jullie ook nog even namens het publiek, wil ik jullie even als organisatie heel hartelijk bedanken. Want we hebben genoten. Dank u vriendelijk. Dank u vriendelijk. Ik wens een ieder wel thuis. En nogmaals bedankt voor jullie komst en vast tot een volgende keer. Laat het naresoneren. Dag.